Ready for takeoff. Dit is een kleine stap. Ik was nog niet klaar met mijn speech. We zijn onderweg naar de maan. In een raket. Ik heb corpets. Oh my days, wat een timing. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. En meisjes. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag zijn we in Content Veen en wauw, Robin heeft iets uitgehakt. Ik heb tegen Robin gezegd, als je een beetje helpt hier en daar, dan gaan we gewoon onze bank van maken. Dus ik denk dat Robin gedacht heeft, weet je wat, ik hak wel gewoon de rest uit. En hij heeft het bovenste randje uitgehakt, dat is wel heel fijn. Maar leuk dat jullie er zijn. Voordat deze video begint, abonneer allemaal zeker eventjes. Ben je nieuw? Laat dan even een reactie achter dat je bent geabonneerd. En dan zal ik die reactie een hartje geven. Wauw! Maar de bank is verder, dus dat is fijn. René is daar ook iets aan het bouwen, dus er is van alles gaande. Oké, maar ik ben gesummand. Rick, Anne en Robin hebben me nodig. Anne wil ook de Widder verslaan. Dus laten wij die kant op gaan, wat spulletjes wegleggen. En dan ben ik benieuwd of we het overleven. We moeten naar Anne, toch? Ja. Yep. Jongen, ja, doe eens normaal. Waar gaan we fighten? Gaan we in de Nether fighten? Ja. Yep. Oude wacht. Heb je in de bank gekeken? Ja, je hebt verder uitgehakt. Ik heb een hele, hele overpowered boog, jongens. Hij is echt niet normaal goed. Ja, ik ook. Dit is die van mij. Serieus, joh? Ja, ziek, hè? Het is echt bizar. Sorry. Oh, ja. Power 1, jongens. Ja, ja. Wat gaan we heen? Oh, Anne is er ineens. Anne is trouwens gewoon full netherite. Gadver. Je hebt mijn helm aan Edo. Ja, mooi, hè? Anders had ik ook voelen. Dat was jouw helm. Ik wist niet eens dat het jouw helm was, hè? Hier zit lava. Ja, wacht, Rick, onder jou nu hakken. Hier. Laten we daar maar niet hakken. Ik heb water als we in de fik komen. Oh ja, nee. Nuttig. Ik heb bed pas. Kunnen we respannen? Kunnen we respannen, inderdaad. Dat is niet hoe je een Widder maakt, Anne. Nee, dat weet ik niet. Komt helemaal goed. Oh! Nee, afstand. Hij ontploft. Pak hem! Ja! Wat zijn we ook slim! Degene die de stack claim van hem is zien. Nee! Oh, Robin! Nee, jij hebt er al een! Jij hebt er al een! Robin, ik kan je ster zien! Blijf van mijn ster af! Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er achter dit masker is. Ja, ik ben benieuwd. Nee, je mag niet achter mijn masker kijken. Nee, stop! Zombie! Heb je het nog lager gemaakt? Ja, hij is echt ultiem laag. Hé, hey, Robin! Ik heb de hele middag gespaard voor al mijn... voor als ze wat? Waar heeft hij voor gespaard? Ja, waar heeft hij voor gespaard, die jongen? We zullen het nooit weten. Ik heb de hele middag gespaard voor al mijn levels weer. Oh, daar spaar je voor. We hoorden het al niet. Het was, ik heb de hele middag gespaard! Hé, hey, maar Robin, zullen we samen onze krachten combineren? Ja. En... Ik moet even mijn tools pakken. Ik heb een mooi spel gemaakt trouwens, van een hele tijd geleden. Ja, is het weer een geheime kamer? Ja, dat is een soort van. Ja? Nee! Oké, jongens, het idee is dus dat ik hier heel prachtig, heel leuk, allemaal pilaren maak. Eigenlijk echt de hoogte die je ziet, zo hoog wordt daadwerkelijk de hoofdhal hier. Dus ik ga vragen, Robin en ik gaan er zo meteen lekker samen verder bouwen. Ik, zo ik heb het een tijd geleden gemaakt. Ik heb het eigenlijk alleen voor Max gemaakt. Maar Robin, ik denk dat ik al weet wat het is. Want jij zei dat je een keer achter trapdoors dingen ging doen. Kom maar, kom. Oh my days, het zit hier. Een raket! Hoe heb ik dit gat nooit gezien? Oh jongen, je hebt dat net weggehakt. die heb ik net opengehakt. Even kijken. Oh mijn god, een raket. Robin, jij kan je adem inhouden. Hier is een astronautenpak voor je. Oh, ja. Wacht, dan doe ik even mijn spullen erin. Ik doe alles weg. Ik ben klaar! Ja, ik ben klaar om op te stijgen. Je kan de ladders op, dan geef ik zo meteen de eer aan Robin. Dan mag je zo meteen op het knopje drukken. Ik zit! Eindelijk. Ja. Ga je eruit, dus duur ik al dat je nooit terugkomt. Nee! Ready for takeoff? Dit is een kleine stap. Ik was nog niet klaar met mijn speech! Ik was nog niet klaar! Maak je uit! Jongens, dit is een kleine stap voor de mensheid. En weet ik veel, Robin heeft grote voeten. Ik heb nog nooit alles van hierboven zo gezien. Wolken. Oh jongens, daar gaan we. We gaan naar de maan. We zijn onderweg naar de maan. Alles voor de wetenschap. In een raket. Naar de maan. Oh, de maan. Oh, daar heb je hem. Kijk, we zijn onderweg naar dat. Daar is hij. Enig is dat ik zeg maar niks bij hem heb. Ik heb 3 broodjes meegenomen. Hoe hoog gaat dit? Hij is gestopt. Ik ben op de maximale hoogte. Oh,
Oké, okay, dat is hoog. We zijn echt heel hoog. Ik zie echt gewoon niks. We zijn in de ruimte. We zijn... Zo, we zijn nog niet eens hoog aan de beacon. Maar oh mijn god, jongens. Wat zijn we hoog. Wow, ik ga die raket ook gewoon laten staan. Ik vang je. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor, jongens? Mijn ontsnapping, terug naar huis. Oh mijn god, daar heb je mine rails voor nodig. Ik moest hem niet weghalen. Ik heb het echt verpest voor mezelf. Ik heb het echt verpest. Oké, okay, weet ik waar water zit ongeveer? Oh, wacht, ik heb een idee. Oh, ik heb een heel goed idee. Oh mijn god, ja, kijk, let op. Oké, okay, jongens, MLG. Ah! Daar gaan we. Hey, jongens, ik kom net van de ruimte. Ik heb me toch wat meegemaakt. Zo, hé. Hey. Echt hoor. Zo, je ziet die raket ook gewoon nog steeds. Oké, okay, ben je er klaar voor, Robin? We gaan, gaan we bouwen aan onze bank. Ik twijfelde om de binnenkant helemaal modern te maken. Zodat het vet random zou zijn dat je dan hier binnenkomt en alles is wit en kwarts en netjes, weet je. Mm-hmm. Maar het maakt niet uit wat voor blokken we gebruiken. Of het modern doen of het nou dit doen. Het concept blijft... Wat was dat? Maar het concept blijft hetzelfde. Ik dacht aan om dit netjes helemaal door te trekken zo naar de bovenkant. En dan ook met dat schuine dak, zodat het eigenlijk in een soort punt loopt nog steeds, weet je. En dan met ongeveer 1, 2, 3 pilaren. Misschien zelfs 2, omdat we ze gewoon wat groter maken. En dezelfde kant hier. En dan hier een massive balie eigenlijk gewoon, weet je. Waar maar één persoon daadwerkelijk kan zitten. Dus het is een mega balie voor maar één persoon. Want ja, er komen toch niet meer dingen, weet je. Net als Harry Potter. Net als Harry Potter, prima. Welke stijl dan? Het concept blijft hetzelfde en alleen de stijl moeten we beslissen. Eigenlijk is misschien ook wel heel grappig dat als je hier zeg maar gewoon een heel klein hokje maakt, echt gewoon vanaf hier doortrekt en dat allemaal ook houdt en dan ook met een balie, alleen dat is dan niet de balie en dan daarachter zit een grote redstone. Oh, dat het zeg maar lijkt op een, dat het hier vet ouderwets is, weet je? Ja. En dat je inderdaad een klein hokje hebt die zo loopt, misschien tot daar hier een klein wachtruimtetje, weet je, dat je dit begin zo hebt gedaan. Ja. En inderdaad, met misschien een kleine deur, die, of juist een grote, die niet eens op een deur lijkt, doe je hem open. En dan krijg je de mega... Wow, dat is lijp. Laten we beginnen met, ik zou zeggen, deze kleine kamer. Ik heb volgens mij nog wat hout, maar wat we ook even kunnen doen... Wacht, volg mij, kom. Ik heb heel veel spruce saplings, dan gaan we even een megaboom maken. Dit is echt een hele efficiënte manier om hout te krijgen, vind ik altijd. Yep. En je krijgt zoveel, ook het duurt wel even voordat je alles gehakt hebt, maar je krijgt zoveel. Ik ga naar boven, ik maak een trap en ik ga je boven een boom uitmaken. Nee, ik hak gewoon naar boven en dan kijk ik hoe hoog ik kom en dan hakken we van boven naar beneden. Ben je er klaar voor? In de middelste kist stoppen we het in 18,5 stack. Alsjeblieft. Hey. We willen merendeels van hout maken, toch? Gewoon, eigenlijk... Ja, in het begin wel. Ik denk dat... Niet eens steen hier, echt. Ik denk gewoon 1,5 hout. Dit ziet er goed uit. Dit klopt. Yeah! Dan hebben we de breedte. Dan kan je hier zo'n redstone 3x3 deur maken, weet je? Dat is ook mooi, weet je? Dan heb je hier, als je binnenkomt, hier kan je gewoon wat detailtjes plaatsen. Misschien ook wat hieronder wat weggetrokken wordt naar beneden. Waardoor het echt lijkt alsof je hier niet doorheen kan, weet je. We kunnen het hier... Oh, het moet hier zelfs naar beneden lopen trouwens. Want die raampjes, die had ik expres zo gedaan. Zodat je van dit soort raampjes had, weet je. En dan zo'n wat... Oh, jezus, ik schrik me rot. En dan zo'nzelfde dak als wat ik in mijn chestroom heb, weet je. Van die palen, alsof het van die steunpalen zijn. Je moet echt niet herkennen dat hierachter gewoon het meest moderne bank ooit zit. Dat zou lijp zijn. Oké, dan hebben we de outline, hebben we. Dus je kan een soort nepkluisje maken, weet je. Oh ja, dat is misschien wel leuk. Hier van die nepkast. Hier kunnen we kastjes doen. Een nepkluis kunnen we hier maken. We zijn lekker bezig. We zijn ons ding aan het doen. Ik ben nu wat endersite ophalen. Robin en ik zijn lekker bezig met de bank. Ik heb niet zo heel veel endersite meer. Dus daar moet ik wel op gaan letten. Alright, Robin en ik hebben het begin gemaakt. De vloer zit erin. De balie staat hier. En dan achter de balie is dit dan dicht zo. En daar zit dan die zieke redstone deur. Wat we in gedachten hadden. Dat het bijna niet opvalt dat daar ja, nog iets anders is. En dan hier heb je zo'n ruimte om zo'n lijpe, mega hoge grote bank te maken. Ik heb er echt zin in. Het dakdoek denk ik wel van hout. Want Robin en ik hadden het erover dat het wel echt zoveel mogelijk... ja, een beetje armoedig moet lijken, idee. Minecraft-stijl armoedig, weet je. Dus dat is, valt eigenlijk wel mee. Maar het is een beetje zoals dit. Ja, dit is leuk. Zie je, een beetje zo'n rond dak. Ja, dit vind ik wel leuk. Stenen vloer, houten dak. Weet je, dat... René! Afrondende dak. Hey René! René! Hey René! Al ik anders vast met die deur gaan beginnen. Ja, ga jij met de deur, dan doe ik wel gewoon dit. Want dit is toch mijn stijl een beetje, weet je. Omdat het wel echt moet matchen. Ja. Dan kan ik dit gewoon doen. En dan kan jij vast inderdaad beginnen met de deur. En misschien zelfs als je dan eerder klaar bent dan ik vast met de grote ruimte. Want dat is de stijl die we nog moeten verzinnen. Oké, okay, ik had als in gedachten om hier een soort wachtkamertje te maken. En dan hier de trappen. Dus dat is dit gewoon comfortabel. En met een open haartje en een stoeltje en een tafeltje en weet ik veel wat. Ik dacht aan hele andere blokken dan dat ik normaal gebruik.
kampvuurtje. Hopelijk gaat het niet in de fik. Gaat het in de fik met de kampvuur? Volgens mij niet, hè? Nee. Nee, hè? Ik ga hier een kastje maken, jongens. Ik heb ooit een keer op het internet een soort design gezien en die vond ik zo leuk. En daar had ik nog meer kampvuurtjes voor nodig, maar die moesten dan uitstaan. Volgens mij kan je dat gewoon met water doen. Maar zo, op elkaar en dan... Ja, kijk, zo. Zie je, daar staan ze uit. Dan moeten de dinges even weg. En dan een deur ervoor. En dan open. Oh, maar deze. Ja, dit is gewoon een kastje. Maar nu kan je er gewoon natuurlijk eten op leggen. En kijk, dan heb je gewoon een, ja, een soort deurtje. Hoppakee. Bankje erbij. Kleedje erbij. En dan mooie lanterns. En dan is het toch al aardig goed, jongens. Zo, dit hoekje. Misschien hier voor het idee. Zo. Oh, kijk, daar ziet het er wat rommeliger uit. Dat hoort er wel bij. René is ook nog rustig bezig met haar molen. Kijk, er zijn ook weer lekker veel mensen online. Het is hartstikke gezellig, jongens, de laatste tijd op de server. Boekenkasten. Oh jee, heb ik die. Wow, René heeft het echt vet groot hier gemaakt. Ze heeft er axolotlruimte echt... Wow, wat lijp. Dit is echt heel leuk. En we hebben gewoon 40 leer van René gekregen, jongens. 40 leer. Oh, en kijk al die beesten die ze hier heeft. Hele mooie ruimte dit. Oh, kijk, eentje is eitjes aan het leggen. Shoutout naar René, jongens. Ben je de video nog aan het kijken? En heb je nou gezien dat ik dit allemaal van René heb gekregen? Laat dan even in de chat weten. Gewoon Rini, nee niet. Gewoon Rini. Laat dat maar in de comments achter, als je nu nog steeds kijkt. Van René heb ik echt heel veel troep gekregen. Ja, ik ga ook, ik heb alles kunnen bouwen. Ik heb al even pistons van onszelf gepakt, dus die... Ja? Ja, dat is ook jouw bank, hè? Heb je trouwens, ken je dit al? Zo lijkt het een beetje op een lege boekenkast. Ja, daar staat ons base vol mee. Heb jij toevallig één string op zak? Ik heb geen string. Oh, dat pak ik over eigen ondergoed. Hier komt een kluis, dus ik denk dat ik hier gewoon een soort ijzeren blok doe of zo, Robin. Oh, we hebben heel veel ijzer nodig, maar dat is uiteindelijk die beaker niet meer... Oh. Oh, die beaker kan trouwens volgens mij wel weg op het moment, hè, of niet? Ja, laat hem nog maar even staan, toch? Ja, oké, okay, true. Maar kijk, als we hier gewoon een soort ijzeren ding doen, dan lijkt het alsof hier een kluis zit, weet je? Ja, kun je ook met kwarts doen. Wow, dit blok lijkt op een soort kluis. Oh, maar deze is blackstone. Ik heb echt een blok gevonden. Moet je zien hoe echt dit op een... Waar ben je? Huh? Je bent geshift, ik weet het zeker. Oh, je bent erboven? Ik zit zo onder te kijken. Ik denk, waar ben je? Ik denk, huh, maar je zat daarboven. Moet je zien hoe echt dit op een kluisje lijkt? Of ligt het aan mijn texturepack? Zie je die twee stipjes met het varkensneusje in het midden? Ja. Ja, maar ik weet niet of jouw texturepack beter is. Zou dat als... Nee, het moet echt wit zijn. Dan kun je het nog eerder gewoon zo doen dan... Ja, zo lijkt het op zich nog wel meer op een kluis, weet je? Zo, ja, dit is op zich wel lijp. Nu lijkt het best wel gewoon beveiligd, weet je? Dit is wel leuk, ja. Dit is wel leuk, hè? Wat een redstone werk dit. Dan ga ik even wat leaves en zo ophalen. Dan kan ik rode carpets. Dat voegt gewoon lekker warmte toe, dat rode. Ik ga ook nog in mijn hotel ga ik de witte carpets aanpassen naar een andere kleur. En misschien groen in het hotel en hier rood. Ik heb carpets. Oh my days, wat een timing! Of de day express. Ja. Wat lijp, doe eens dicht. Gast, dit is perfect. Hij is snel. Snel, hè? Hij is echt heel snel. En dan imagine dat hier een... Oh, wat is dit? Echt perfect. Zeker ook het feit dat je, zeg maar, je ziet hem niet. Als je dan hier ook weer gewoon dit doet, weet je. Je ziet het gewoon niet. Wacht, dat ga ik gelijk doen. Dit is toch lijp? Wil je hem met een lever of wil je hem met een knop? Ja, liever kan je... Dat je een knop doet, dat je hem hier één keer in doet en hier ook weer één keer in doet, bijvoorbeeld. Dat je hem hier open doet en dat je hem hier dicht doet en wederzijds. Ja, of met pressure plates. Nee, pressure plates valt op. Het moet een knop zijn die... Ja, maar aan deze kant, zeg maar. Gast, dit is zo leuk. Als je dan ook gewoon dit een beetje doet. Kijk, zo weet je, dan kan je net zo, kan je hier nog van alles mee doen aan deze kant ook. Hij is echt snel. Hij is echt heel snel. Je kan er ook boekenkasten van maken. Oh, ja, maar dat zijn misschien een beetje veel. Want ja, dat is wel lijp boekenkasten, weet je. Maar we hebben hier ook al boekenkasten, weet je. Ik boekenkast naar de bank. Harry Potter. Ja, op. Heb jij nog wol? Ik heb heel veel wol thuis, ja. Echt? Ja, maar dat is allemaal blauw. Oh, ja, kut. Ik ga even scheren bij René. Dat kan sowieso geen kwaad. Dat groeit terug. Ga René maar even scheren. Ik ga René even scheren. Oké, okay, we hebben geschoren bij René. 39 wol. Helemaal top. Dan kan ik die gelijk omzetten tot rode wol. En dan daarvan kan ik weer 9 carpets maken. Hallo, welkom bij McDonald's. Kan ik bestelling opnemen? Ja. Oh, dat is... Wauw. Dat is serieus een goede toevoeging. Ik denk dat deze ruimte voor nu al even af is. Ik zit even... Ah! Puur in details te denken aan deze kant. Maar dat valt het wel veel minder op. Ja, dat is wel lijper als we het zo doen. Hoe is het zo? Ja, veel mooier. Heb zo... je gestript aan de binnenkant ook? Ja, ja, ja. Doe ze open. Kom aan mijn kant staan. En als die open is, is het gewoon daadwerkelijk een doorgang. En dan moet je nagaan dat je hier... Dit is het laatste beetje hout wat je echt ziet. Ja, en dan komt het dan ook een beetje zo'n boogje. Ik ben uitermate tevreden met het resultaat van de bank.
terrasje moeten we ook nog even leuk doen. Oh. Oh, ja. Ja, ik heb een idee. Ik zei altijd dat ik groen mis hier. En dan denk ik, ik kan wel blaadjes blijven plaatsen. Maar ik ga hier gewoon een tuintje van maken aan twee kanten. Dat is leuk, want dan hoef je ook niet onnodige domme ruimte. Want bij een bank, een terras of zo, is ook niet echt een ding. Zo, René, de toren is echt te hoog. René maakt, dat is echt de grootste windmolen die ik ooit heb gezien, denk ik. Maar dat vind ik wel een heel lijpe toevoeging. Een keer iets wat ik niet bouw. Er zitten wel hele andere soorten blokken in, heel nieuw. Maar dat is niet erg. En er komen vast nog wel veel meer details bij, dus we gaan het allemaal zien. Nice. We kunnen alleen nog maar dwergen naar binnen. Ja, de dwergen die moeten werken, net als bij Harry Potter. Hou op hoor, met het is geen Harry Potter bank dit. Hey Femke. Hey! Is de leeuw van René? Hey Femke, oh, Femke, dit hoor je allemaal te kennen. Als je mijn video's niet kijkt, sla ik je nu per direct het gat in. Dit hoor je allemaal te kennen. Dit hoor je allemaal te kennen hier. Ik heb een lief, Rek en Femke zijn er, dus we moeten ons geen project geheim houden. Ik kan er misschien wel kijken hoe die kut over. Waarom ben jij trouwens gewoon een Alex? Waar is je skin? Waarom heb jij geen skin? Waarom heb je geen skin? Ik heb twee dagen geleden Minecraft gekocht. Oh mijn god. Welkom in bank, de niet Harry Potter bank. Bank Toenter. Ja. Yes. Een knopje. Ja, dat is de kluis. Die is beveiligd. Oh, laten we daar eens even in gaan kijken. Nee, je moet hier een goede roleplay vertonen. Oh, dit is roleplay. Ja. Ja. Oh, kan ik hier één aardappel neerleggen in de kluis? Ja, dat is goed. Kost het één diamond om iets in de kluis te leggen? Ja, bedankt. Oh, mag ik, dan wil ik hem graag weer terug. Wacht, gebeurt daar serieus iets? Huh? Ja, dat klopt, want dit is een slijmblok. Hallo. Oké, jongens, ik heb Maurius en Jeff en Robin gaat de deur even helemaal fixen, dat hij ook vanaf deze kant open gaat. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Kijk, de deur ging toevallig open. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Like ook even. Spreek ik je later. Glaasje water, telt tot 4, flesje bier. En nieuw.